Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 2 november van Weerplaza. Het was vandaag best aardig, maar van het weekend wordt het fraai. Vandaag hadden we nog te maken met een paar buien die met een westelijke wind over ons land werden aangevoerd. Vooral in de noordelijke helft van het land vielen vanmiddag nog een paar buien. Maar de buiigheid die neemt geleidelijk aan af, want een hoge drukgebied bouwt op boven het zuiden van het land. En dat hoge drukgebied bepaalt van het weekend het weer in ons land. Vanavond valt de wind weg en de temperatuur daalt naar 3 graden in het oosten van het land... tot zo'n 7 in het noordwesten en de wolken verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het vrij helder en droog. Lokaal is kans op een paar misbanken en het wordt behoorlijk koud. In het oosten van het land gaat het licht vriezen. In het westen ligt de minimumtemperatuur 2 graden boven het vriespunt. En morgen gaat de dag koud van start. Lokaal is gladheid mogelijk op een brug of viaduct, dus past u op als u richting de sportvelden fietst. En verder hebben we veel zonneschijn morgen, ook wat hoge sluierwolking. En met veel zon warmt het op naar een graad of 11. En daarbij staat een matige westelijke wind in de middag. Die 11 graden, dat is de normale waarde voor de tijd van het jaar. Maar daarna gaat de temperatuur omhoog. Op zondag wordt het 11 tot 15 graden in de middag. Maar wel krijgen we eerst ook nog een koude nacht naar zondag toe. De dus zondag gaat ook koud van start. Maar volgende week krijgen we nog hogere temperaturen. De nachten worden minder koud. En smiddags wordt het 14 tot 18 graden op de dinsdag. Daarbij is het uh, vaak zonnig en droog. Ik ben Diana Hoeje van Weerplaza en ik wens u een goed weekend.